Bromfiets opdrijven is verboden. Dan zit je misschien wel weken of maanden zonder douchen. Ik heb mijn verkeersles wel gehad. Ze gaan ze afbreken en opnieuw bouwen. Ronald heeft alles afgehandeld. Ik zal proberen om een oplossing te zoeken. Ja, dan is hiermee de onschuld van mijn cliënt bewezen. Laat onze afspraak van gisteren toch nog doorgaan. Ronald, je staat onder arrest. Evert? Kom me geloven, jongen. Ik ben onschuldig. Karima? Open je hart, open je ziel. Laat het leven in je lijf. Open je hart, open je ziel. Ga niet op de vlucht, maar blijf. Open je hart, open je ziel. Laat het leven in je lijf. Open je hart, open je ziel. Ga niet op de vlucht, maar blijf. Breek die dagelijkse sleur. Wel, ik vind dat die gasten van het American Football veel noten op hun zang hebben. Maar ik begrijp hem wel. Ze zitten echt in de knoei nu de gemeente hun douches gaat verbouwen. Ja, maar ze krijgen spiksplinter neven. Ze zouden de gemeente juist dankbaar moeten zijn. Als jij onder de modder zit, dan wilt je toch ook graag wassen voor je naar huis gaat. Dan zullen ze maar water over hun hoofd gooien, hè? Maar Roger, dat gaat nog alles echt zijn. Maar ja, die gasten van het American Football, dat zijn toch stoere gasten, hè? Ja, ik wil hen graag helpen, maar ik weet niet hoe. Zeg maar, is daar in de buurt van hun veld geen andere sportclub waar ze douches hebben? Hey, misschien kunnen ze daar terecht. Spring! Hun oefenveld is maar een paar straten van Spring af. Misschien kunnen ze daar terecht. Gaat Pia dat goed vinden? Ja, ik ga het haar vragen, hè. Nee heb ik en ja kan ik krijgen. Ja, mijn ribben doen nog een beetje pijn, maar voor de rest is het oké, hè. Zeg, mag ik dat bijna naar huis komen? Nee, dat nog niet. Ik ben hier met u. De dokter wil dat ik nog één dag blijf voor observatie. Die verpleegster, man. En er is niks te doen, hè. Ik verveel me dood. Gisteravond toch niet op, ik? Gisteravond? Ja, heb je geen bezoekje gekregen? Ach, Karima. Ja, Karima. Oh, dat is keigezellig, jong. Ja, dat kan ik me voorstellen. En? Ja, en? Ja, moet ik er een tekeningetje bij maken, of wat? Is er nu iets tussen jullie twee? Nee. Maar allee, Evert. Dat meen je toch niet? Ja, het is er gewoon nog niet van gekomen. Ik vind hè, dat je veel tijd nodig hebt om een move te maken. Ja, hoe is het met je rechercheurcarrière? Ja, verandert maar van onderwerp. Nee, maar Karima heeft verteld dat je Ronald het opgepakt. Ja, klopt. We gaan hem straks zonder vragen en confronteren met de bewijzen. Met een beetje geluk komt Christel sneller vrij dan verwacht. Als David mijn vader vrij krijgt, hè, dan koop ik hem een gigantisch groot cadeau. Oei, dat zou ik niet doen. Dat is omkopen van een rechercheur. Ah ja, daar had ik niet aan gedacht. Maar je kunt natuurlijk wel proberen om het liefje van een rechercheur om te kopen. Oké, het is goed. We zullen dan wel eens gaan shoppen. Het is maar om te lachen. Katrijn, als mijn vader nu vandaag vrijkomt, dan gaan de kranten toch schrijven dat hij onschuldig is. Maar ja, dat denk ik wel. Ze hebben hem genoeg zwart gemaakt, hè. De mensen mogen weten dat mijn vader een eerlijk man is. We gaan Ronald ondervragen. Hij heeft een nachtje kunnen sudderen in de cel. Hij zal er nu wel rijp voor zijn. Zou ik het verhoor mogen leiden? Wat is er? Sorry, David, maar jij hebt geen ervaring. Zolang een rechercheur stage loopt, is het niet de gewoonte dat hij een verhoor leidt. Ja, maar ik ben er zeker van dat ik het kan. Allee, wie heeft er tot nu toe altijd contact gehad met Ronald? Wie is Ronald blijven lastigvallen? Ja, hij weet dat ik een taai ben en dat ik niet gemakkelijk opgeef, hè? Ja, daar heb je natuurlijk een punt. Plus, ik heb het ook maar ontdekt van die facturen, hè? Ja, dat weet ik. Oké, jij mocht het verhoor leiden. Yes. Maar op één voorwaarde. Als Karima vindt dat het de verkeerde kant op gaat, neemt zij van u over. Oké. Ik ga Ronald uit zijn cel halen. David, succes, hè. Hey. En? Alles mee? Yep.
Hey! Tada! Wow, cool! Hey, en niemand heeft ons tegengehouden, hè? Oké, nu alles installeren en dan snel die opname maken voor de opdracht. Ja, maar nu zitten we natuurlijk wel zonder drummer, hè? Ah, dat is geen probleem, want ik heb de drumpartij van David op mijn keyboard staan. Ah. En als er iemand binnenkomt? Ik zal wel op uitkijk staan, hè, terwijl jullie alles installeren. Maar we moeten wel snel zijn, want als die verpleegster ons ziet, dan zal het snel afgelopen zijn. Oeh! Moet jij hier? Wandelen. Allee dan. Doe geen moeite, stagiairke. Ik ontken toch alles. Nou, dat is niet slim van u. De bewijzen zijn tegen u. Bewijzen? Welke bewijzen? De telefoontjes die dat je gepleegd hebt. Ja, naar de leverancier van die steunijzers. Hoe verklaarde die? En wie zegt er dat ik gebeld heb? Kom maar, jongen. Ik kan toch makkelijk iemand anders met mijn gsm gebeld hebben? En wie zou dat dan geweest zijn? Christian, bijvoorbeeld. Nou, dat zoude jij dan toch geweten hebben? Oh, het gebeurde wel meer dan mijn gsm op mijn bureau bleef liggen. Christian kan daar gemakkelijk gebruik van gemaakt hebben. Ja, jij kunt er maar niet genoeg van krijgen om de schuld in uw zakenpartner zijn schoenen te schuiven, hè? Maar wij lopen daar niet meer in. Nee, wij weten wel beter. Is het waar? Luistert, Ronald. Iedereen in deze kamer weet dat jij schuldig bent. Ontkennen heeft echt geen zin. Hier, belt maar. Naar wie? Naar uw advocaat. Nou, je zult hem nodig hebben. Ik heb geen advocaat nodig. En weet je waarom? Omdat ik onschuldig ben. Mannetjes, we hebben maar één kans, hè, dus het moet meteen goed zijn. Ja, het is wel de eerste keer dat ik in een ziekenhuis ga optreden. Mannetjes, kom aan. Oké. Klaar? Start. We kunnen het leven aan. Jij en ik, ja, ik en jij. We zijn er voor elkaar en daar is wat tijd. Zot geworden. Zo'n kabaar in een ziekenhuis. Dat kan niet, dat mag niet. Maar mevrouw... Oh, zijn jullie hier trouwens binnengeraakt met heel die installatie? Door de deur. Geestig. Zeg, madameke, mogen we nu voortonen? Maar nee, maak dat je hier wegkomt of ik smijt heel die bazaar door het venster. Ja, oké, gasten, dan zijn we weg, hè. Wacht. Ik heb een idee. We zijn uw rekeningen aan het uitpluizen. En dan? Weet je dat je het geld van die steunijzers hebt versast naar een privérekening? Of naar een buitenlandse rekening? Jij kijkt te veel naar detectiveseries op televisie. Straks gaat je je eigen onzin nog geloven. En jij, je bent een slechte toneelspeler. Je liegt en ik zie het. Kom aan, jongen, bekennen. U onderzoek trekt op niks, manneke. Ik heb geen bewijs. Dan moet ik ze er anders uitslagen, of wat? David. Rustig blijven. Raak hem niet aan of wij hebben een proces aan ons been. Hij is jou aan het uitdagen. Als jij je zelfbeheersing verliest, is dat een overwinning voor hem. Nee, geen sprake van. Maar niemand gaat last hebben van ons. Er is geen geluid, geen muziek. Zo kun je toch niet spelen, hoort u zelf niet eens? Jawel, via onze koptelefoontjes. Je gaat alleen maar Evert zijn stem horen. Maar ik wil het niet. Kom aan, inpakken en wegwezen.
Zonder die opname kan de dansschool niet repeteren. Ja, en ze hebben echt een heel belangrijke opdracht. Het Zwanenmeer. Dat zijn mijn zaken niet. Als school slaat toe, hè? Beloof ik u 2 ticketjes en mocht je gratis naar de première komen. En het zal de moeite zijn. Ja, want het Zwanenmeer is echt keigoed. Laat het ons gewoon proberen. Als het te luid is, dan stoppen we. Please. Ga je vooruit dan maar. Ah, cool, cool, cool. Shh. Cool. Kan ik daar dan op rekenen? Oké, bedankt. Sorry, Arlet, maar de datum van die opdracht komt steeds dichterbij en ik moet nog van alles regelen. Ik weet gewoon niet waar ik eerst moet beginnen. Oei, dan kom ik waarschijnlijk ongelegen. Maar nee, je stoort toch nooit. Zet u. Herinnert je u het doucheprobleem van de American Football ploeg? Ja. Wel, ze krijgen nieuwe douches. Maar die bouwen kost natuurlijk tijd. En ondertussen kunnen die mannen zich niet wassen. En daarom had ik zo gedacht als ze nu eens tijdelijk hier terecht konden. Hier? De onkosten kunnen vergoed worden, hoor. Ja, ja, daar gaat het niet om. Maar hoe zit dat met hun uren? Oh, ik denk dat die voornamelijk 's avonds trainen. Hm. Ja, als hun uren niet dezelfde zijn als die van onze danseressen, dan zie ik niet echt een probleem. Kunnen we dan gelijk een paar afspraken maken? Ja, maar regel dat met Xavier. Hm? Dat hij maar een agenda opstelt, zodat onze danseressen en die spelers elkaar niet in de weg lopen. Doe ik. Zeg merci, hè. Nou, de rechter zal bij toekenning van uw straf rekening houden met uw gedrag tijdens het onderzoek, hè? En dan? Ik kan alleen maar zeggen dat jij het onderzoek gedwaarsboomd hebt. Maar uw onderzoek stelt niks voor? Bekentenis daarentegen zou de rechter een stuk milder stemmen. Wat moet ik bekennen? Het enige wat je hebt, is die telefoonrekening. En niks bewijst dat ik met die gsm heb gebeld. Christian kan even goed met die gsm hebben gebeld. Nee, dat kan niet. En waarom niet? Omdat die telefoontjes gepleegd zijn toen dat Christian in Canada zat en jij in België. En daarom weet ik dat jij die telefoontjes gepleegd hebt. Tijd om uw bekentenissen op papier te zetten, hè? Denkt u ook niet?